nog, dames en heren. Welkom allemaal vanavond bij deze raadsvergadering. Deze raadsvergadering die vooral voor de nieuwe periode. En ik wil graag vragen of u even wilt staan om een momentje te gaan nemen. Verzoek u enkele ogenblikken stilte, overbed of overweging in acht te nemen. Dank u, mag ik zitten. Iedere vergadering gaan we nu over tot trekking van het stemmingsnummer. Niet dat het nodig is vanavond, maar we doen het toch maar. Nummer 22, en dat is? Deze naam is in ieder geval nog wat verwerkt. Dan gaan we verder naar punt 3. Dan gaan we naar de bijeenkomst van de leden van de raad. Maar dat gaan we niet doen alvorens ik een klein woordje moet spreken. Beste raadsleden, allemaal van harte gefeliciteerd met jullie winst van de zetel in de verkiezingen, persoonlijke winst. Na een bevlogen betrokken campagne bekleden jullie vanaf vandaag een belangrijke, maar vooral hele mooie functie in deze gemeenschap. Jullie nemen het stokje over van 23 raadsleden uit de periode 2010-2014, waarvan natuurlijk gesteld blijven, maar het is een nieuwe raad, dus het stokje wordt in feite over. U hebt belangrijke besluiten genomen in die tijd en goede ontwikkelingen in gang gekregen. Dan heb ik het over de oude raad. Neem bijvoorbeeld burgerparticipatie. Unaniem stelde de vorige gemeenteraad nieuwe kaders vast. Heldere lijnen over de samenwerking tussen inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Nieuwe kaders die passen bij de ontwikkelingen in onze gemeenschap. De nieuwe kaders werden geheel in de nieuwe stijl vormgegeven, samen met inwoners. Tijdens de verkiezingscampagne onderstreepten alle partijen, jullie allemaal, dat hebben we nog eens nagekeken, het belang van samenwerking in onze gemeenschap. De gemeente krijgt een andere rol. Van een toetsende organisatie ontwikkelen we ons door naar een meer faciliterende organisatie, of een ondersteunende zoals u wilt. Deze ontwikkeling betekent ook iets voor onze gemeenteraad. Ook de gemeenteraad, de raadsleden en hun politieke partijen maken deel uit van deze ontwikkeling. Als raadslid moet je jezelf misschien wel opnieuw gaan positioneren. Antwoord geven op wezenlijke vragen. Wat is de verhouding met onze burgers? Wat is mijn positie als raadslid in een samenleving die verandert? Met deze nieuwe gemeenteraad heb ik er alle vertrouwen in dat deze vragen goed beantwoord gaan worden. Jullie maken deel uit van partijen die overigens al stevig geworteld zijn in die samenleving. En niet alleen de partijen. Uzelf, en dat heb ik dinsdag ook al gemerkt, zit ook in die samenleving verweven door middel van het werk wat u vaak al oppakt in die samenleving. Dus volgens mij is dat een rol die u op het lijf geschreven is, maar die u wel opnieuw een beetje moet uitvinden en op moet gaan pakken. Als nieuwe gemeenteraad gaan we ook op een andere manier vergaderen. Het grootste voordeel van ons nieuwe systeem is de veel grotere ruimte voor de inwoners die we gaan geven. Daarmee kunnen we veel meer samen het maatschappelijke debat aangaan over onderwerpen die we hier het komende jaar op tafel gaan krijgen met z'n allen. Ik wens onze raadsperiode toe waarin we ons intensief gaan bezighouden met de toekomst van onze gemeente. Dat gaan we samen doen met de inwoners en met de ondernemers en natuurlijk ondersteund door onze ambtelijke organisatie en ook door de Griffie. Daarbij wens ik ons toe dat we minder dan vroeger denken in structuren. Minder denken in raad, college, ambtelijke organisatie. Nee, het enige wat wij moeten doen is denken in verbinding. In verbinding met elkaar en proberen met elkaar ook te sturen om met elkaar uiteindelijk in het besluit de verbinding ook te vinden. En dat is veel minder hiërarchisch, dat is veel platter en veel meer op de burger moet dat gericht zijn. Deze week hebben we kunnen constateren dat we 12 dames, en kijk nog even goed rond, ik zal allemaal gezien hebben, in de raad hebben. En ik moet zeggen, ik ben er heel erg trots op dat we dat hebben, omdat tenslotte de dames in onze wereld
ook 51% van de bevolking uitmaken. Ook in Boksel is dat ongeveer zo. Dus ik ben blij dat we die vertegenwoordigingen ook hier zien. En van de week hebben heel veel mensen mij gevraagd of dat verandering gaat brengen. Ja, op sommige gebieden denk ik wel dat het verandering gaat brengen, maar ik denk dat het ontzettend ook veel ook kan toevoegen. Daar waar ratio en gevoel elkaar moeten raken in een besluit en in de uitleg naar de burgers. Dus ik heb daar een goede hoop op. Maar dat betekent niet dat we het alleen met de 12 vrouwen gaan doen. We zijn hier met 23 mensen, raadsleden, die met elkaar het samen gaan doen. En die hebben we allemaal met hartstikke nodig om met elkaar in het maatschappelijke debat goede keuzes te maken. Ik heb daar het volste vertrouwen in. En ik heb ook ontzettend veel zin om met jullie samen de komende periode hier te gaan werken aan de toekomst van Boksel. En met jullie mee te gaan op reis, die ontdekkingsreis die toch voor ons allemaal is, om in die nieuwe maatschappij onze plek te vinden en dat op een goede manier te verwezenlijken. Bedankt. Voordat ik overga tot de bijeenkomst wil ik even melden dat mevrouw van der Einde niet aanwezig is. Zij heeft vandaag een hele belangrijke taak, want anders zou zij zeker aanwezig zijn geweest. Zij heeft vandaag koningin Maxima moeten ontvangen. En dat is natuurlijk, als je zoiets mag doen, dan moet je daar zeker aan meedoen. En vanavond niet hier zijn. Het is zo dat wij de volgende raadsvergadering daar hier op dezelfde manier gaan installeren als dat wij u alle vandaag gaan doen. Dan lees ik eerst even eens voor. Kom ik dadelijk voor u staan en als ik die heeft voorgelezen en ik kom voor u staan, dan zegt u mij met een rechte hand omhoog, met twee vingers, zo waar ik heb mij, God Almachtig. Ik zweer dat ik om lid te worden van de Raad, benoemd te worden om lid van, sorry, ik zweer dat ik om tot lid van de Raad benoemd te worden, rechtstreeks of minder, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of kunst gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks of middelen, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waar ik heb mijn God Almachtig. Zo waar ik help me 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 mijn God Almachtig. Dat ik, om tot lid van de Raad benoemd te worden, rechtstreeks nog met licht, onder welke naam of welk voorwendsel, ook enige gift of kunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog met licht, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Raad naar eer en geweten zal vervullen. Dan antwoordt u dus dat verklaren en beloofd. 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 Dat verklaar aan de lucht. 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 Eerst zeggen.